Ja, de trends waar wij ons actief mee bezighouden, daar kan je heel veel over discussiëren. En natuurlijk, zoals we al jaren bezig zijn, zijn we betrokken bij mobiel betalen op allerlei plekken in de wereld. Daar zien we wel een heel duidelijke verschuiving ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat ook de handsetleveranciers zich veel meer in het spel gaan bemoeien. Dus we hebben nu de Apple Pay's, de Samsung Pay's, de LG Pay's. Die allemaal bezig zijn met hun eigen manier van betalen. En dan heb ik het nog niet over een Android Pay of een dergelijke. Dus daar zien we wel een verschuiving. Het allerbelangrijkste wat we zien is dat het nu echt komt. We zien alle grootbanken in Nederland nu echt hun mobiel betalen oplossingen introduceren. Ze zijn of al geïntroduceerd of bijna geïntroduceerd. Dus het komt er nu echt. Daarbovenop zijn we bezig met nieuwe diensten te ontwikkelen. Wat kan je nou nog meer doen? Want wat ik wel vaker heb gezegd, betalen is niet leuk. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat mobiel betalen leuker wordt of in ieder geval makkelijker? Dus we kijken met elkaar naar andere diensten, hoe je het makkelijker kan maken. Kan je het wel of niet integreren met loyalty producten, klantkaarten? Kan je een elektronisch bonnetje in je telefoon krijgen, zodat je ook niet meer overal die kassabonnen zoekt? Vooral niet als het om een garantie gaat. Dus dat is één van de trends waar we ons heel erg duidelijk mee bezighouden. Nou, dit is niet zozeer een uitdaging, want uiteindelijk geeft mobiel dezelfde of misschien zelfs wel verhoogde security ten opzichte van een pas. We hebben recent in de Consumentenbond een soort onderzoekje gezien hoe je een pas kan skimmen. Bij een mobiel is dat zelfs minder makkelijk. Dus ik durf niet te zeggen dat het dat heel groot verschil is. Het grote verschil is, het is anders dan een plastic kaartje. En hoe krijg je die informatie op die mobiele telefoon? Hoe krijg je het secure daar? Hoe krijg je dat kanaal open? Nou, dat is iets waar banken, wat nieuw is voor ze. Hè. Nu geven ze data aan een fabriek en die maakt er een pasje van. Straks geven ze data real-time over de lucht naar een telefoon toe. Waar het ook opgeslagen wordt. Of het nou op een simkaart is van een mobiele netwerkoperator. Of in de cloud, zoals we het mooi noemen. Alles kan. En hoe doe je dat slim? Nou, in de verre toekomst, ik zie een aantal dingen die echt wel heel spannend zijn. We zien op dit moment instant payments opkomen. Dat is een topic wat je ook in Nederland veel ziet. Als straks een betaling instant van de ene bankrekening naar de andere gaat, wat nu al het geval is bij een betaling binnen een bank, als ik binnen de ING naar een andere ING-klant overmaak, of bij welke andere bank ook, Rabobank of ABN AMRO, het is er meteen. Als dat straks tussen de banken instant gaat, wat is dan de toekomst van een kaartbetaling? En dat is een hele interessante vraag. Als je daarover gaat nadenken, dan zijn er misschien wel geen kaarten meer nodig. Want ik kan meteen geld overmaken naar jou, maar ik kan ook meteen het geld overmaken naar een winkelier. Waarom heb ik dan nog nodig? De toegevoegde waarde van een Mastercard of Visa op dit moment is dat zij de betaling garanderen aan de winkel. Dat is straks niet meer relevant bij een instant payment. Het is heel belangrijk om als spelers in deze markt na te denken over wat de toekomst is. En dat is iets wat vaak waar je jezelf de tijd niet voor gunt. En dit congres, het Toekomst van Betalingsverkeer, is een congres waarbij de Nederlandse spelers heel erg bij elkaar komen om hier met elkaar een dag over na te denken. En ik denk dat spelers elkaar kunnen versterken door met elkaar erover na te denken. Natuurlijk is elke partij voor zichzelf bezig, maar gezamenlijk nadenken helpt om je eigen visie te vormen. En het is een veranderend veld, het gaat alleen maar sneller. De opkomst van fintech toont aan dat er heel veel innovaties mogelijk zijn. En als je er niet over nadenkt, voor je het weet, ben je MoneyPipe als bank.